Geesteswetenschappen is voor mij het nadenken over wie en wat wij zijn als mens. Onze positie van ons mensen in de wereld. Onze relatie tot andere levende wezens. En dat betekent dus dat je vooral reflecteert over allerlei ethische, culturele kwesties die ons mensen betreffen. Maar ook die ons mensen betreffen in verhouding tot de wereld rondom ons heen. Processen die zich afspelen in de samenleving hebben altijd betrekking op de mens en zijn gedrag. En dat willen we verklaren, dat willen we begrijpen. Door onszelf te begrijpen, begrijpen we de samenleving. Daarom zullen we altijd geesteswetenschappen nodig hebben. Als ik iets zeg, begrijp jij dan wat ik bedoel? Of begrijp ik wat anders? Dus welk plaatje heb je in je hoofd en welk woord geef je erbij? En welke betekenis heeft dat woord voor jou? Geesteswetenschappen zijn en blijven superbelangrijk. Want zonder geesteswetenschappen heb je geen reflectie op de samenleving. If we look at public discourse at the moment and the levels of polarization, racism, hate, I think they come down to the notion of fear. As academics, we're in a privileged position to step back and say, wait a second, let me bring more complexity here. Als geesteswetenschapper ben je voortdurend bezig om in nauwe samenwerking of in nauwe interactie met de maatschappij waarin we toch leven, te kijken naar hoe we betekenis daaraan geven. Je gebruikt bronnen uit het verleden om te reageren en om iets te begrijpen van de tijd waarin we leven. Ik denk dat dat een belangrijk element is. Als fake news niet wordt weggefilterd, dan kan dat hele verregaande gevolgen hebben. Nieuwscheckers is de factcheckersredactie van de Universiteit Leiden. Het is aangesloten bij mijn master journalistiek en nieuw media. En wat ze daar doen is artikelen controleren van andere media en zorgen dat de feiten die daarin worden genoemd, of die worden gepresenteerd als feit, ook daadwerkelijk feiten zijn. Omdat iedereen kan zeggen wat hij wil op sociale media en zijn mening kan uiten zonder dat die gefilterd wordt, is het nog belangrijker dat er iemand is die dat controleert, dat er een macht is die dat controleert. En daar komt journalistiek natuurlijk binnen. Journalisten zijn nodig om politici te controleren, om te verslaan wat er in de maatschappij gebeurt, om te reflecteren op wat er in de maatschappij gebeurt. Ik werk dan als factchecker. Dat betekent dat ik controleer wat grote nieuwsmedia schrijven over bepaalde issues. En heel vaak blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Dat is wel gevaarlijk, want als mensen die stukken gaan lezen, die echt wel in grote media voorkomen, dan gaan ze dingen geloven die helemaal niet waar zijn. Ik wil de nuancerende partij zijn, degene die echt uitzoekt hoe het nou eigenlijk zit. En mijn persoonlijke doel is wel om mensen duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat ze weten hoe het zit. Ik vind het heel erg belangrijk dat geesteswetenschappers zich met biotechnologie bezighouden. Dus biotechnologie die zich bezighoudt bijvoorbeeld met het genetisch modificeren van menselijke embryo's. Dat betekent dat biotechnologie gaat ingrijpen in hoe wij in de toekomst zullen zijn, wie en wat wij worden. Nou, eigenlijk is dat precies het onderwerp waar de geesteswetenschappen zich mee bezighouden. Wat je op dit moment ziet gebeuren en wat eigenlijk een hele zorgelijke ontwikkeling is, is dat de politiek niet bepaalt wat er in de biotechnologie gebeurt. Dat wij geesteswetenschappers het zeker niet zijn, dat er nauwelijks een publiek debat is, maar dat het vooral de grote biotech-bedrijven zijn die eigenlijk het speelveld, het ethische en het legale speelveld bepalen van wat er gebeurt in biotechnologie. Is het nu eigenlijk zo inderdaad dat mens zijn betekent dat er geen ziektes zijn? Er zijn allerlei technologieën waarmee we bijvoorbeeld kunnen bepalen van die ziekte krijgt die embryo niet. Hè? Dat zou je kunnen zeggen is dus een baby die gedesigned is. Dus je verandert mensen op moleculair niveau. En je verandert ze ook in de kiembaan. Dat wil zeggen dat die baby's ook die eigenschappen door gaan geven aan een volgende generatie. Dus dat heeft een enorme impact op de toekomstige generaties. Is alles wat kan? Moet dat ook? Het is bijna een soort platitude natuurlijk, maar het is wel precies de vraag waar het om draait. Wat ik nu eigenlijk doe is zakenmensen trainen of bekendmaken met de manier van zaken doen in China of Azië die het meest effectief is voor hen. Ik ben altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven, 20 jaar. Op een gegeven moment ook in China terechtgekomen. Daar geconfronteerd met een wereld die totaal anders werkt en draait dan degene die wij hier kennen. En ik had heel erg veel behoefte aan de theorie daarbij. En ik ben daarna Chinees gaan studeren. De studie op dat moment weer beginnen vond ik een enorm verrijking. Het geeft je andere perspectieven op de wereld. Als je met z'n allen een gemeenschappelijke taal spreekt, zeg maar, laten we zeggen Engels, dan begrijp je elkaar enigszins, maar dan bereik je iemands hoofd. Dus dan kan je iets uitleggen. Als je de taal, de moederstaal spreekt, taal van je land, en je communiceert daarin, dan bereik je iemands hart. Dus er ligt heel veel meer emotie in. Het feit dat ik hen kan behoeden voor het maken van diezelfde fouten, zal ik maar even zeggen. Dat ze weten, oké, als we dit zo gaan doen of we dit zo benaderen, dan kan het heel goed zijn dat we daardoor sneller, effectiever en succesvoller zijn in het bereiken van ons doel. Forcing the Colony is een groot onderzoeksproject dat ik dus de komende jaren ga uitvoeren. Het gaat dus eigenlijk over de stemmen van de kolonie. Om stem te geven aan de kolonie. Dus wij gaan onderzoek doen naar verschillende perspectieven van reizigers in Nederlands-Indië. Dus we gaan kijken naar teksten van mensen die in de periode tussen 1800 en het einde van de Tweede Wereldoorlog gereisd hebben in Nederlands-Indië en daarover hebben geschreven. Omdat we in het verleden eigenlijk alleen maar naar Nederlandse bronnen steeds hebben gekeken en daarmee ook alleen maar een Nederlands perspectief kennen op die koloniale geschiedenis. Het vergt een andere manier van kijken, een andere manier van denken. Je moet een tegenperspectief willen hebben. Je moet het belang daarvan inzien om ook naar dat soort bronnen te gaan kijken. We zijn daar heel erg mee bezig, onze rol als kolonisator. Het Nederlandse zelfbeeld. Welk beeld hebben wij van onszelf als Nederland? En ja, dat is wel een beetje aan het kantelen de laatste tijd. Van het idee van een tolerant land naar toch ook, ja, ook een land dat echt wel een verleden heeft gekend als kolonisator. Kolonialisme gaat altijd met geweld gepaard. En dat is niet iets wat de Nederlanders van zichzelf snel geneigd zijn te erkennen of zo te zien. En ik denk dat het bestuderen dus van dit soort bronnen, vanuit dus meerdere perspectieven, een bijdrage dus kan leveren aan ook, nou, hoe wij over onszelf denken en het beeld dat wij als Nederland van onszelf hebben. Inequality, it is one of the main ingredients for revolution, might trigger populations to actually mobilize and claim for different rights, different society. But it might also be a recipe for collapse if it is not responded to by politicians. I work on poverty studies, that's actually my main field. And I came interested in poverty from a very normative perspective. So I'm not here trying to fix it. I'm just here trying to understand how it's being conceptualized, measured, and which are the sort of interventions we have, and how these ideas travel. People are no longer waiting for something good to happen to them. The dream of meritocracy, if I work hard, I'll make it, is no longer feasible. And they see that there's major discontent and frustration. And that's what you get when you don't tackle inequality. I think something that humanities can give us is also the historical narrative that explains why do we experience certain issues. For instance, people argue that the world has become much more unequal. Is it true? Was it more equal before? And that's a critical questioning that humanities allow us to have, in which we can situate certain narratives and read them in their historical, political, geographical context. I think the place that for me remains the most radical place for transformation of my thinking is the classroom. Like I tell my students, where power is located, how to trace it, how to follow it. Many times you follow the money and then you find where power is. And if you have the right lingo from political economy, you can unpack the processes and see it much more clearly. Vanaf het allereerste begin migreren mensen. Want mensen zijn op zoek naar een beter bestaan. Die gaan naar plekken waar ze werk kunnen vinden bijvoorbeeld. Gaan plekken waar ze hun gezin kunnen onderhouden. Dus migratie is eigenlijk van alle tijden. Van alle mensen. En het is als onderzoeker, als migratieonderzoeker, interessant om te kijken, nou ja, wat zijn nu de hele specifieke processen en wat gebeurt er eigenlijk altijd als mensen migreren. En daarom doen wij bij migratieonderzoek ook heel veel vergelijkend onderzoek. Hè? Vanuit een historisch perspectief, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar verschillende groepen. De islamisering van de samenleving, ook dat is niet nieuw. In de jaren 50 sprak men bijvoorbeeld over de katholisering van de samenleving. En was men bang dat die mensen met hun katholieke geloof, dat ze onze manier van leven zouden overnemen. Als mensen in het nu leven, dan denken ze dat wat hen nu overkomt, dat compleet nieuw is. En dat we staan voor compleet nieuwe uitdagingen waar nooit andere mensen voor hebben gestaan. En wij laten zien dat in het verleden dezelfde ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en dat de samenleving echt wel tegen een stootje kan. We weten vanuit de geschiedenis dat migratie altijd leidt tot spanningen. Nieuwkomers komen in een nieuwe samenleving en die ontvangende samenleving beschouwt hen als vreemdelingen. Dat is altijd zo, omdat ze andere gebruiken hebben, vaak een andere religie hebben. Ze zien er vaak anders uit. Er is altijd een periode van aanpassing. Hè? Dat zien we eigenlijk altijd in het verleden. Maar er komt een moment dat ze volledig opgaan in die nieuwe samenleving. Dan staat er weer een nieuwe groep en die begint dan van vooraf aan. Dus het is een circulair proces. Het houdt eigenlijk niet op, omdat migratie van alle tijden is en altijd zal blijven bestaan. Juist in de confrontatie met andere wetenschappers wordt er aan mij als geesteswetenschapper vaak gevraagd van oké, maar wat vind je nu eigenlijk hiervan? Dat vind ik een hele terechte vraag. Hè? Van al die andere wetenschappen nemen vaak gewoon standpunten in. Het belang van de geesteswetenschappen nu en in de toekomst heeft natuurlijk precies te maken met het feit dat wij aan de ene kant zijn getraind om ook een zekere distantie te nemen, om te kijken van een kritische afstand van waar dingen gebeuren. En dat betekent dus dat ik alleen maar in relatie tot al die andere wetenschappen mijzelf als geesteswetenschapper kan positioneren. Het is denk ik heel goed dat je studenten laat zien wat een kritische houding kan opleveren. Dus dat je bepaalde teksten leest, dat je altijd moet realiseren dat teksten niet objectief zijn. Dat er eigenlijk geen enkele uiting objectief is, maar dat er altijd een ideologie, daar zitten altijd belangen achter. Als ik ze dat zou kunnen meegeven, dan ben ik wel dik tevreden, geloof ik. I think academia has a place to influence societal debate. From academia, we can question the way of understanding problems, of framing them. It can be out there to answer some of the pressing questions society has.